wat zou u ervan zeggen als ik u nu vroeg om met mij mee te gaan naar Parijs? Oh, heel leuk. Ja, we gaan. Ja, doen. Ja, meteen. Nou, dan zeg ik doen. Mee? Nee, dan bedank ik voor de eer. Ja, ik ga mee. Nee. Nou, hartstikke leuk. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb wel school over een week. Nee. Dat klinkt goed, dat zou wel leuk zijn. Ja, gaan we mee? Ja, dat is prima. Nou, te gek. Ik heb een zorg voor mijn zoon, dus die kan ik niet zomaar achterlaten. Dus dat zou ik nooit doen. Ik was al daar een keer naartoe geweest. Je bent al een keer in Parijs geweest? Ja. Ik heb wat anders in het vooruitzicht. Oh, wat gaat u doen? We gaan morgen naar Italië. Toen had ik een kleine iPad gekocht. Mijn vrouw die is mantelzorg voor, eventjes. Weg. Ik kan niet even zomaar weg, nee. Nou, dat is wel avontuurlijk natuurlijk, hè? Met onbekend iemand mee te gaan, ja. Ja, ik zou wel meegaan. Oh, jij gaat wel mee? Ik ga wel mee. Ik heb geen verplichtingen, dus dan kom je nog eens ergens. Ik ben gisteren ook helemaal naar Binningshuizen gegaan zonder dat mijn vader het leuk vindt, dus ik zou waarschijnlijk wel ja zeggen. Ja, ja hoor. Ja, vind je dat leuk dan? Hoe weet je nou of ik leuk ben? Maar dat weet u ook niet van mij. Nee, dat is waar. Dat is ook alweer geheimzinnig dan. Waar verheug je het meest op in Parijs? Ja, ik denk uiteindelijk om de drankjes. Het eten wordt echt bij Parijs, zeg maar. En wat eten we dan in Parijs? Stokbrood. Maar je hebt ook van die hele lekkere, van die patissiers die zeg maar heel gespecialiseerd zijn, of zo heb ik gehoord. Nou, we zouden s'avonds naar de Folies Bergère misschien kunnen gaan. Wat is dat? Dat is, vroeger was het Can-Can dansen. Een nachtclub. Ah, leuk. En als ik u nou zou vertellen dat u betaalt? Dan worden we eventjes minder. Ja, dat moet dan maar. Nou, dan wordt het niet hoor. Wordt het een heel kort reisje, denk ik. Even op de bank kijken wat erop staat. Dat ik moet betalen? Ja. Alles? Alles. Dan blijf ik thuis. Ja, ik was dan. Oké, weet je, mijn vader heeft net 5 euro gestuurd. Ik denk niet dat het Parijs gaat worden. Wat is het laatste spontane dat jullie hebben gedaan? Op de film gegaan met iemand die opeens uit ons wilde filmen. Ik ben in een spontane actie naar Phil Collins in Londen geweest, 3 weken geleden. Ik? Een racefiets gekocht. Kijk, daar staat hij. Nog geen half uur geleden. Terwijl ik helemaal niet wielrenner ben. Even rond de Arc de Triomphe fietsen. Leuk toch?